Ik ga in gesprek met Petra Stine. Petra is geboren in Remung, waar ooit het schoonste meisje van de klas, maar buiten dat, heeft Petra haar studie gedaan en is daardoor bij de Arabische landen terechtgekomen. Hij heeft een hele liefde gekregen, hij heeft bij de ambassade gewerkt en daarna heeft ze ook een aantal boeken geschreven. Maar ook, natuurlijk heel belangrijk, is ze senator van de Eerste Kamer. Ik ga met haar in gesprek. Petra, hallo. Goedenavond. Wat leuk dat ze in het Romeinse best in geboorte groeit. Wie is het met zich? Het gaat heel goed. Ik heb echt een prachtige Airbnb in de buurt. En ik kijk op de Münsterkerk. En ik stuur mijn mam ongeveer elke uur een foto met zo ziet het er nu uit. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Want hoe woont ze tegenwoordig? Ik woon in Den Haag. En normaal is mijn leven tussen Den Haag, Limburg en Libanon. Mm-hmm. Maar nu familiebezoek mocht, dus ik ben in Remeun. En gelukkig heb ik ook nog het andere leuke dingen te doen vanavond hier in Remeun. Ja, want u heeft vanavond hier in een workshop, kom ik later op terug. Ik wil even terug naar de corona. U had het tegen getroffen, want u kent niet meer naar die geliefde Libanon toe. Ja, corona, de tijd vertraagt, hè. Mm-hmm. Ik heb zelf corona gehad in maart, april. En iedereen die zei dat het een griepje is, moet ik toch teleurstellen. Ik ben nog nooit zo ziek geweest. Oei. En tegelijkertijd heb ik ook gezien wie dankbaar ik eigenlijk moet zijn. Ik heb een prachtig appartement in de buurt van het Haagse Bos. Ik heb buren die heel goed voor mij hebben gezorgd. Ik vond het best wel lastig dat ik ineens mijn buren met klein kindje moest vragen om boodschappen voor mij te gaan doen. Mm-hmm. Dus voor mij is die periode eigenlijk een beetje vaag. Dat hoort ook van veel mensen. Dat ze een beetje last hebben van vergeetachtigheid. En daarna ben ik gelukkig genoeg te doen voor de Eerste Kamer en voor de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Mm-hmm. Dat is een mensenrechten waakhond van 47 lidstaten van de Raad van Europa. En ik zit er al een paar jaar in en ik moest een paar rapporten schrijven. Dus gelukkig kon ik dat allemaal toes doen. Dus ik heel me van de straat, zeg maar. Mm-hmm. Er is dan daaruit dat rapport voortgekomen wat ze nu hebben geschreven en ingediend, het geloof ik, over COVID-19. Zit dat erbij? Ja, er zijn vier rapporten geschreven over wat COVID betekent voor de democratie, voor mensenrechten, voor migratie en ook voor gelijkheid in de samenleving. En wat me dan is opgevallen is eigenlijk dat ze zien dat alle regeringen in de Raad van Europa landen, en dat is in ook Turkije en Rusland en Hongarije, België, Frankrijk, Nederland, die hebben eigenlijk bijna allemaal een soort van one size fits all aanpak gehad in het begin. Lockdown voor iedereen. En dat hebben we hier in Nederland ook gezien. Mm-hmm. Dat die ene manier van doen raakt mensen op een heel verschillende manier. Voor ouderen wordt het angst, voor jongeren wordt het ouders angst, voor vrouwen achter de voordeur gebeurde toch niet zulke hele fijne dingen af en toe door alle spanning. Maar dus is ook, ik heb een prachtig appartement, ik heb het bos dichtbij. Maar doe zelfs maar met zes mensen in een heel klein appartement ergens ver weg van een prachtig park wonen. Dus ik heb in dat rapport gezegd, als ze wils dat corona goed aangepakt werd, dat ze dat echt eens oplossen op de lange termijn, moest ze heel goed loesteren naar de verschillende stemmen van verschillende mensen. Mm-hmm. Het klinkt zo gewoon en zo logisch, maar wel een stukje bewustwording. Want ik denk nu ook, kijk wat ze zei met dat appartement, dat had ik wel bedacht. Maar dat bijvoorbeeld mensen die hier gekomen zijn om hier te wonen, dat die heel anders benaderd moeten worden, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Nou ja, en ik zei gisteren tegen mijn mama, ik woon in Den Haag en dan zien ze al die mensen in de stad, wat doen die daar? En die zei, meidje, die hebben misschien helemaal geen plek toe. Mm-hmm. Dus die jongeren, die gaan op pad. Ja. En alles is ja. dicht. De cafés zijn dicht. De film is moeilijk om naar de film te gaan. We moesten her. Dus iets meer, misschien is dat wel de grootste les, iets meer respect voor elkaar en elkaar niet zo de maat nemen, dat zou wel fijn zijn. Ja, nou heel mooi dat ze dat onder de aandacht hebben gebracht. Terug naar vanavond, terwijl de scooter voorbij rijdt. Ja. Terug naar vanavond, ga je ze een workshop geven bij de BIEB. We staan nu voor de BIEB. Wat ga je ze daar doen? Nou, ik kreeg de indruk dat ze bij de BIEB het heel fijn vonden dat we toch kosten laten doorgaan. Heel veilig, iedereen. Mm-hmm. Ik heb net een stukje zien staan op afstand. Hartstikke goed dat dat nog geregeld kan worden. Ik ga vertellen over mijn nieuwe boek. Vergroot je charisma en krijg meer aandacht voor je verhaal. En eigenlijk in deze tijd is het juist heel relevant. Er zijn heel veel mensen die in de verpleging werken, die op school zitten, die het verhaal moeten vertellen van hoe ze nu mee bezig zijn. En als ze dat op een manier duist, zoals ik vanavond in mijn workshop kan vertellen, zeg maar met de magie van aandacht,
dan gewoon meer mensen naar dich luisteren. En aandacht voor zichzelf vooral, om dan door de aandacht aan de anderen te kunnen geven. Dat is een goed punt. Eigenlijk is het aandacht voor zichzelf. Van wie stoon ik hier? Wat wil ik vertellen? In welke energie stoon ik? Stoon ik als George Clooney koffie te verkopen? Of een beetje als Pippi Langkous, lekker rebels? Maar tegelijkertijd ook, waarom sta je tegenover mij? Waarom is mijn publiek? Dus aandacht voor zichzelf en aandacht voor de mensen die komen luisteren. Is dat nu iets wat zich als mens hebt geleerd? Uit ervaringen, wat ze allemaal hebben metgenomen in die leven? Nou, mijn zus en ik zijn allebei lid van de Facebookgroep Lui Outremun. En af en toe zien we van die i-foto's van de Donderberg. En dan denk ik, oh ja, ik heb toen op de Donderberg heb ik op de Bijbelclub gezeten, de Bijbelclub. Toen was ik 9 of 10 en ik vond die verhalen zo schoon. En ik heb laatst op de Vincent van Gogh school met IMC Basis, hè, dat zijn van die gastdocenten die in de klas komen. Ja. Hij is in een vak journalistiek en hij is onderhanger van Hans Goossens van de Limburger les gekregen, mm-hmm. vragen stellen. En hadden ze mij vragen gesteld over mijn leven. En toen zei ik ook, ja, verhalen vertellen. Dat is zo'n prachtige reis. Als ze weet wat die droom is, als klein meisje, als kleine jong, de wereld ingaan. En dat ik hier terug kan komen om het verhaal te vertellen. Maar ik kijk dan naar die kinderen en denk ik, oh, je zou die 44 jaar geleden zelf. Ja. Met grote ogen kijken naar de leraar. Dus ja, het delen van verhalen, het loesteren, het nieuwsgierig zijn, dat zit er eigenlijk al heel erg jong in bij mij. Nou, heel mooi. Verhalen delen. Door met helden die verhalen ook levend. Dus ik denk dat het heel mooi is om de raad van Peter op te volgen. Blijf die verhalen delen. Heb aandacht voor elkaar. Want ook door die verhalen te delen, heb ze ook die aandacht voor elkaar.